Dan nog een ander stuk waar wij op gewezen werden. En daar zijn ook regelmatig vragen over binnengekomen. Het stuk staat in Trouw. Het is een column. Of eigenlijk is het, ja, het is een column van Bas den Hond. Hij is correspondent in de Verenigde Staten. En eigenlijk vertelt hij over een voormalige democratische presidentskandidaat. Die eigenlijk een soort van derde partij wil beginnen. En daar zijn ook vaak vragen over binnengekomen naar aanleiding van de verhalen die jij hier hebt verteld. Is dat niet een goed idee? Er zijn maar twee smaken. Moet daar niet een derde partij komen, zodat ze wat meer keuze hebben? Nou, dat is niks nieuws onder de zon, kan ik je voor vertellen. Omdat het natuurlijk in de loop van de al in de 19e eeuw en de 20e eeuw voortdurend derde partijen zijn geweest. Van allerlei aard en soort. We hebben natuurlijk Bloomberg heel recent nog gehaald, die ook altijd geluiden maakte dat hij toch apart wou starten en zo. En tenslotte had hij natuurlijk laten onderzoeken en dan dacht hij, het gaat me veel geld kosten en het levert niks op. Maar denk aan Ross Perot, hè? Die heeft toch in allerlei opzichten forse percentages gescoord bij twee verschillende verkiezingen. Namelijk 92 en denk 96. Hè? Maar, ja, er werd ook, nou ja, altijd met hetzelfde resultaat. Dat het optreden van een derde kandidaat voor een van de twee belangrijke hoofdkandidaten winst betekent of juist verlies betekent. Het is vaak een verstorende factor in de competitie tussen die twee partijen. Maar het is pas interessant op het moment dat zo'n derde partij zo succesvol is, dat ze bijvoorbeeld zo'n volledig gestoorde partij als de Republikeinse Partij van de rails zouden kunnen rijden. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Dus een derde partij, denk aan zo'n drama als met die ijdeltijd van Ralph Nader, verder een belangrijke kampioen van het, laten we zeggen, van de consumentenbelangen, die natuurlijk met zijn ijdele kop in 2000 deelnam aan de verkiezingen. En ja, hij heeft toch 4% gescoord. En je weet hoe klein het verschil was. Gore had eigenlijk gewonnen. Maar met die 4% van Ralph Nader had hij zeker gewonnen. En het systeem is natuurlijk ook niet gebouwd op een derde partij. Wat had Ralph Nader als resultaat? Namelijk dat we de jonge Bush kregen, niet waar? Een brokkenpiloot van werkelijk spectaculaire afmetingen. Ja. Die natuurlijk alleen in een wat gunstiger daglicht gekomen is komen te staan. Doordat de Republikeinen nog veel grotere oen hebben geproduceerd in de vorm van Trump. Ja. Andrew Yang, of Yang gaat het hier om. En die heeft in de Washington Post gezegd dat hij dus met Forward komt. Een fusie tussen een partij met dezelfde naam waar Yang vorig jaar mee heeft gedaan. En een soort van democratische nominatie waarmee hij ooit een gooi naar het presidentschap heeft gedaan, wat mislukt is. Ja, ik zie er niks in. Ik vind dat maar hartstikke sympathiek. Ik bedoel, Wie is niet geïnteresseerd in een verandering ten goede van het Amerikaanse politieke systeem, op wat voor wijze dan ook? Ik bedoel, ik gun ze het beste, maar dit wordt niks. Ze zeggen, de kiezer is er zwaar aan toe om een derde partij. Ja, zeker. Ja, de kiezer is er zwaar aan toe, maar de kiezer is gek als die op zo'n partij stemt. Ja. Ja, de kiezer is hier ook steeds zwaar aan nieuwigheid en vernieuwing toe. En het gevolg is dat je op een partij stemt die vervolgens in 1000 stukken uit elkaar spat. Hè, Forum voor Democratie. De nieuwe partij. Wat waren we daar aan toe? Hè? Ja. De nieuwe partij wil kiezers aantrekken door over allerlei heikele kwesties, zoals bijvoorbeeld wapens, een middenpositie in te nemen. Daarmee zouden ze willen scoren. Of klimaatverandering. Ja, middenpositie. Ze zeggen, stem dan op verstandige democraten. Die nemen meestal ook een middenpositie in. Ja. Ja, maar inderdaad, er wordt ook inderdaad wel in die column gezegd dat het Amerikaanse systeem ongeschikt is voor meerdere partijen. Dus ook het districtenstelsel. Dat is het, maar ook in Engeland zie je dat patroon dat zo'n derde partij tijden, de liberals met name, dat die tijdelijk wel succesvol kunnen zijn. Maar het stort altijd weer in. Ja, ja. Oké, dan hebben we nog eventjes wat vragen die binnen zijn gekomen. Kijk, Partij voor de Dieren hebben we allemaal gehad. Ja, de NAVO-man, David van Wiel, die ken jij ook nog wel. Ja, de NAVO-man, die, ja, die toen ook bij Opeen zat. Ja, die wel erg veel tijd kreeg, vond ik. Ja, waar jij toen doorheen ging babbelen. Ja, toen dacht ik, ja, dat is maar één methode mogelijk om ook mijn standpunt duidelijk te maken. Dat is er doorheen te praten. Ja, hij heeft wel een interessant interview gegeven nu over de digitale oorlog die eraan gaat komen. En hij heeft het dus over drones, die kosten een paar miljoen, maar die zijn goedkoper dan de jachtvliegtuigen. En die hebben soms net zo effectief resultaat door de dingen zonder meer.
Maar ja, je begrijpt dat de luchtmacht daar niks voor voelt. De luchtmacht wil lekker een vliegtuig met een piloot erin, dat is de luchtmacht. Ik bedoel, we hebben Tom Cruise op voor dit terrein, niet waar, onverslaanbaar, Maverick, enzovoort, enzovoort. De hele romantiek gaat natuurlijk vanaf als die drone bestuurd wordt door een pief met twee van die stokjes, die in een container ergens in Nevada zit, dat begrijp je ook wel. Maar natuurlijk wordt bij mijn weten, door mensen die er iets vanaf weten, al jaren gezegd, hou op met die achterlijk dure vliegtuigen te bouwen en bouw drones. Die misschien dan iets duurder uitvallen, maar je weet wat zo'n F-35 kost, die dingen per stuk, 100 miljoen of zo. Nou, dan kun je een lekker setje drones van bouwen. Denk aan die bak daar, die pief in Turkije, die hele effectieve drones bouwt, ja. die de Oekraïners gebruiken. Ja. Nee, dat toekomst is zo klaar als een klontje aan de drone. Ja, maar ik heb wel het idee dat, als je zijn interview ook leest, dat nu de markt er wel klaar voor is. Sterker nog, dat Defensie nu... Het was vroeger zo dat de markt reageerde op wat Defensie ontwikkelde qua technologie. En nu is het zo dat Defensie gebruik kan maken van alle handige snufjes die bedrijven waar ook ter wereld al... Ja, ik juich het van harte toe. Je weet dat Defensie in het algemeen zo'n beetje het meest defensieve conservatieve onderdeel is van een samenleving, omdat Defensie een uniek talent heeft om zich zeer grondig voor te bereiden op de vorige oorlog. En vaak volledig verrast wordt door de ontwikkelingen in een nieuwe oorlog. Dat wat tot op zekere hoogte ook in de Oekraïne het geval is, waar je ziet dat de Russen vooral dachten dat ze goed waren aan het voeren van een ouderwetse oorlog. En dat bleek helemaal niet goed uit te pakken. Ja. Maar het is toch wel opvallend dat de Russen bijvoorbeeld, die blijven nog steeds via open telefoonlijnen en walkie-talkies met elkaar communiceren. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat vaak die systemen die de militairen hebben ontwikkeld voor de communicatie niet goed functioneren. Mag ik maar wijzen op hoe heet het ook alweer? Het systeem wat de politie gebruikte, 2000 of zo. Ja. Ja, zo'n zwart kastje. Ja, je weet hoe de politie fijner met elkaar communiceert, gewoon met de mobiele telefoon. Ja. Hey. Dan kun je trouwens tegenwoordig ook versleutelen op allerlei manieren. Dus dat. Nee, de autoriteiten zijn er eigenlijk nooit in geslaagd. Nou, misschien toch een voorbeeld hiervan. Waar de overheid zich kennelijk beter niet mee kan bezighouden. Omdat het altijd fout gaat. Hè? Net als computerisering van grote overheidsinstellingen. Dat wordt ook meestal een ongekend drama. Wat honderden miljoenen verslindt zonder dat er iets nuttigs wordt gedaan. Andere vraag nog onder het kopje militaire vragen. Beste meneer Van Rossum, hoe bang moeten we zijn voor de Skiff van de Russen? Dat is die kruisraket die op de bodem van de oceaan ligt te wachten. Ja, op een bevel om bijvoorbeeld steden als Utrecht en Amsterdam aan te vallen. Nou, ik zou zeggen, daar lig ik niet wakker van. Eerlijk gezegd, ten eerste ben je al heel stel geneigd om te denken, het werkt toch niet bij die Russen. Wat werkt er nou in Rusland? En bovendien, waarom zouden ze dat doen? Daarvoor dat ze Utrecht vernietigen met een nucleair wapen. Dat is het einde van de... Niet waar, dan hebben we een nucleaire oorlog. Dat is niet Nederlands lid van de NATO. Nederland is aangevallen door een Russische nucleaire raket, begrijp ik. Dus ja, ik zou zeggen, laat dat ding daar rustig blijven liggen. Het is wel een beetje een James Bond verhaal, toch? Dan worden altijd aan de lopende band kernbommen gestolen en die... Dan heb je altijd zo'n slotscène met allemaal van die duikers die met die pijlen in elkaar schieten en zo. Dit is ook een beetje James Bonderig eigenlijk. Maar geloof je dit niet dan, dat er zo'n raket ergens... Nou, dat zou best kunnen, maar nogmaals, wat moet je ermee? Net als die kernmacht van Noord-Korea, wat moet je ermee? Je kunt er niks mee. Het heeft een puur symbolisch karakter. Ja. Maar omdat als je het gebruikt, dat is, dan maak je een stap die zeker in het geval van Rusland of Noord-Korea... tot het einde leidt. Ze kunnen wel veel narigheid bedrijven, maar ze zullen vrijwel elk denkbaar militair conflict verliezen. Ja. Als je interviews leest met de regeringsleiders in Europa, zijn ze rondom kernwapens altijd redelijk geheimzinnig. Hè? Daar willen ze niet alles over vertellen. Dat is misschien ook wel slim. Maar dat geeft ook een beetje de vraag, want hoe machtig zijn wij nu op dit gebied? Nou ja, zoals je weet, in Nederland bevinden zich ook Amerikaanse kernwapens. Daar doen we net altijd van of het niet zo is, maar dat is natuurlijk wel zo. Daar willen we ook in feite niks over zeggen. Was dat niet Volkel waar die dingen... Ik dacht ook dat ze vernieuwd zijn. Dus je moet kernwapens namelijk vrij regelmatig vernieuwen, want ze verouderen kennelijk. Nou ja, dan hebben wij twee officiële kernmachten in Europa. In casu namelijk Engeland en Frankrijk. De Forste Frap, dat zijn beperkte kernmachten, maar we mogen aannemen
dat ze in geval van een conflict, een onverhoopt conflict, dat ze efficiënt zouden kunnen functioneren. Ja. En we hebben natuurlijk Israël, dat is dan weliswaar geen Europese mogendheid, maar Israël doet er ook heel erg geheimzinnig over. Die ontkennen gewoon glashard dat ze het hebben, maar ze hebben natuurlijk, dat weet iedereen, ze hebben het wel. En Zuid-Afrika had het, maar heeft het weggedaan, als ik het me goed herinner. Ja. Dus ja, dat, die zijn er. En ook omdat je natuurlijk, als je geen kernwapens hebt, dat je echt gegarandeerd helemaal niet meetelt. Ja. In grote verband. Deskundigen zeggen ook dat Frankrijk achter de scherm echt wel heeft doorgewerkt aan de ontwikkeling van die kernwapens. Daar ben ik van overtuigd dat ze dat gedaan hebben. Ja. Ja. Dat blijft voor Poetin natuurlijk ook een gok, hè? Dat hij dus niet precies weet hoe landen in Europa ervoor staan. Nee, ik denk dat, kijk, Poetin heeft grootse ambities. Die betreffen eigenlijk, zoals we nu weten, het herstel van het Sovjet-imperium. Denk aan die rare eisen die hij aanvankelijk stelde bij het begin van die oorlog tegen de Oekraïne. Namelijk dat de NATO zich terug moest trekken uit Oost-Europa en allerlei andere kletskoeken waarvan iedereen wist dat het onzin was. Waardoor je dacht dat de rest misschien wel onzin zou zijn. Ik denk dat de ambities van Poetin in principe vrij beperkt zijn. Een andere vraag van Ellie de Boer. Die zegt van Maarten, ik laat je nu iets weten wat je zeker weten niet kent. Namelijk het begrip collect call. Collect call, zeker. Dat begrip ken ik natuurlijk prima. Omdat ik heel zeker als ik in Amerika was, dan belde ik collect naar Nederland. Ja. Maar dan moet je eerst een juffrouw hebben en die moet dan van je call een collect call maken. Ja, maar ze zegt het is ook een verschijnsel dat een begrip is binnen het gevangeniswezen. Oh nee, dat ken ik dan weer niet. Nee, hij zegt, ik ben heel weinig ingevoerd in het gevangeniswezen. Nou, als een gedetineerde krap bij kas zit en geen telefoonkaart meer kan kopen, dan kan die door middel van een terugbeldienst met het thuisfront telefoneren. Ja, dat is een collect call. Ja, degene die door de gedetineerde gebeld wordt, betaalt. En ik heb, zegt zij, als humanistisch geestelijk verzorger in diverse justitiële inrichtingen gewerkt. Vandaar, ik luister met groot genoegen naar de podcast, word wijzer en heb plezier op de wijze waarop je de ergernissen, et cetera, te lijf gaat. Hou vol en ga zo door. Maar ze wilden dat vooral even doorgeven. Dat het ja, dus... nee, precies, dat is het klassieke idee van de collect call. En als je dus zelf, ja, een telefoongesprek, als je dat zelf niet kunt betalen of je belt op een zodanige manier dat je dat sowieso niet kan. Stel voor dat je vroeger uit een telefooncel belde waar je muntjes in moet gooien. Dan moet je dus een enorme zak munten bij je hebben om een telefoongesprek gaande te houden. Dus dan was het hartstikke handig om collect te bellen. Alleen de ontvanger moet wel akkoord gaan, anders is het gauw afgelopen.